Kijkers en luisteraars, wat zich aanvankelijk deed gevoelen als een crisis op onze middelbare scholen, is snel uitgegroeid tot een uitbarsting in onze samenleving. Wat zo vele jaren moeizaam werd opgebouwd, is thans op de helling komen te verkeren. Kijkers en luisteraars, onze portefeuilles en wel van alle ministers zijn vanaf heden ter beschikking van de gouverneur. Hetgeen betekent dat het kabinet demissionair is geworden. Deze stap is niet eenvoudig geweest, maar zo bekeken heeft het kabinet geen andere keus. Ondanks het feit dat het kabinet nog steeds kan rekenen op een sterke meerderheid in het parlement. Wat er uit de bus komt, weten wij voorlopig niet. Ik zal mij echter als zoon van dit land zeer gelukkig prijzen als het iets goeds is. God zij met u allen. Ik dank u en tot betere tijden. Niet alleen de onderwijzers hebben gestaakt, ook bijvoorbeeld de havenarbeiders. Kortom, Pengel had zijn politieke nek gebroken over economische problemen. Bovendien heeft die bauxietindustrie niet veel arbeiders nodig, hooguit een paar duizend. Wat moeten de tienduizenden anderen dan doen? Werkeloos blijven? Rond 1950 ontwerpt Nederland voor Suriname een economisch tienjarenplan, het welvaartsplan, waarin elke zin begint met als. Als het hele volk van Suriname meewerkt, als de mannen van Suriname de geboden kansen aangrijpen, als overheid en particulier initiatief deze taak met kracht aanvatten, dan kan de vooruitgang die nu in enkele beroepen en bedrijven wordt gezien, uitgroeien tot een stuwende beweging die heel Suriname opvoert tot gezonde welvaart. Want Suriname bezit een onuitputtelijke rijkdom aan hout, schatten in zijn bodem en een vruchtbare grond die de mooiste gewassen kan voortbrengen. Het zal dan ook een land kunnen zijn dat zijn nu nog sluimerende welvaart eens weerspiegeld ziet in het geluk en de arbeidsvreugde van zijn bevolking. Met het geld van het welvaartsplan gaat men vanuit de lucht het binnenland in kaart brengen, gaat men grote polders droogmaken en wegen en kanalen aanleggen. Bij bijna al deze grootschalige projecten worden Nederlandse regeringsvertegenwoordigers steeds vergezeld door Frank Esset. Esset is een Surinamer die in Wageningen heeft gestudeerd en daar bezeten is geraakt van het idee alle rijkdommen van Suriname op grote schaal te gaan ontginnen. Hij kreeg veel mensen mee voor zijn plannen. Hier geeft hij de Nederlandse premier Jan de Kwaai uitleg over de operatie Grasshopper. Dat is de aanleg van vliegveldjes in het binnenland. Die zijn nodig om de natuurlijke rijkdommen van Suriname beter te kunnen inventariseren. Er zit muziek in Operation Grasshopper en in onze mensen. Kennelijk kon geen der gasten aan het ritme ontkomen. Zelfs de Nederlandse minister-president bleek in de korte tijd van zijn verblijf de Surinaamse manier van dansen te hebben aangeleerd. De moerasbossen in de kustvlakte van Suriname zijn rijk aan baboenhout, dat onder andere gebruikt wordt voor de vervaardiging van triplex. Aan de hand van sterk vergrote luchtfoto's kan men vaststellen hoeveel baboenbomen per hectare voor kappen in aanmerking komen. Dit aantal bepaalt de exploiteerbaarheid van het gebied. Omdat het gebruik van zware machines in het moeras niet mogelijk is, geschiedt het omhakken van de bomen met de hand. In het slecht begaanbare zwampbos levert de afvoer van de zware baboenstammen enorme moeilijkheden op. Om dit transport te vergemakkelijken en daardoor de exploitatie van het gebied te bevorderen, besloot 's Lands Bosbeheer kanalen aan te leggen. Thank you.
Ondanks de moeilijkheden waarmee men bij de winning van de baboen te kampen heeft, slaagt men erin om jaarlijks de 100.000 stammen af te leveren die nodig zijn om de triplexfabrikage van het bedrijf in Paramaribo. Gericht is door mensen gepland die de consequenties van hun werk niet overzagen. En ook hier wees eens de onvermoeibare minister Esset hoe groot het allemaal zou worden. De dam wordt 53 meter hoog, bijna 10 meter hoger dan de hoogste toren in Paramaribo. Als tenslotte de trotse Suriname rivier door de dam zal zijn bedwongen, zal dit water ons de energie leveren voor een welvarend Suriname. Al eeuwen leven er op de plek waar het meer moet komen ruim 5000. Het is hier een van de weinige stukken druk bewoond binnenland. Als de plannen in Paramaribo worden gesmeed, moet men die mensen natuurlijk vertellen wat er met hun gebied gaat gebeuren. De boslegerkapiteins luisteren naar die mensen uit de stad vol ongeloof. Het water komt, dat is toch te gek om waar te zijn? Als die stedelingen ze in de maling willen nemen, moeten ze vroeger opstaan. De werelden van Wageningse ingenieurs en van kapiteins botsen. Alle zijn ze Surinamers, maar heel verschillende. Het water zal tot in 1965 langs de stuwdam omhoog klimmen en zich dan door drukbuizen in de dam 40 meter naar omlaag storten om zo de waterkrachtcentrale te voeden. Gouverneur Curry draaide aan een hendel en de laatste stalen schuif van 50 ton zakte langzaam in het water. Een onderneming van gouvernement en bauxietmaatschappij bereikte een mijlpaal. Iedereen juichte, en terecht. De economie van het land zal door deze krachtcentrale en de industrie die erdoor ontstaat zeker een sprong vooruit maken. Als u nagaat dat deze verwerking van slechts 6% van de jaarproductie, dus eigenlijk een fractie ervan, tot effect heeft dat het nationaal inkomen van Suriname in zijn totaliteit al met 20% zal stijgen. En bovendien ook nog dat de werkgelegenheid in de mijnbouwsector met 30% zal toenemen en de belastingopbrengsten voor de overheid in deze sector wel met 50% zal toenemen. Zo ziet u dat het zeer belangrijk is dat Suriname zijn eigen grondstoffen gaat verwerken. In dat geval zal het in de toekomst niet nodig zijn dat wij zullen vragen om ontwikkelingshulp, omdat wij voldoende rijkdommen hebben om zelfstandig te kunnen zijn. Voor de verdrevenen zijn woningen in gereedheid gebracht, maar waarschijnlijk zullen de bosbewoners daar nog wel een tijd vreemd tegenaan blijven kijken. Op het Catshuis in Den Haag hebben regeringsdelegaties uit Nederland en Suriname het topoverleg over de komende onafhankelijkheid van Suriname tot een goed einde gebracht. Buiten de conferentiezaal heerst er een opgewekte sfeer. Die moet hebben doorgewerkt in de besprekingen, want het kwam tenslotte tot een akkoord waarvan het kernpunt is dat Nederland aan Suriname na de onafhankelijkheid in 10 tot 15 jaar als ontwikkelingshulp een bedrag van 3,5 miljard gulden ter beschikking zal stellen ter versterking van de Surinaamse economie. In 1980 verschijnen de leuzen op de muren van Paramaribo. Weg met de partijen, weg met de politici. Het begint als een staking van militairen waarbij de politie eerst nog de oude orde probeert te handhaven. Zoals Pengel ooit was gevallen door een onderwijsstaking, zo struikelt Aron door een soldatenstaking. Het verre, verbaasd toekijkende Nederland ziet dat alles met veel geweld, branden en doden gepaard gaat. Wie had dat in Den Haag ooit gedacht? Zuid-Amerikaanse toestanden in het door ons zo keurig afgeleverde Suriname. Uit de militairen komt zelfs één sterke man bovendrijven. Een in Nederland opgeleide sergeant-sportinstructeur die zichzelf bevordert tot bevelhebber. Bevelhebber Boutersen belooft dat het van nu af aan anders zal gaan. Zo ziet het er in het begin ook wel uit. Wie mee wil werken aan de afgekondigde betere toekomst van Suriname kan zijn tijd en energie kwijt in talloze volkscomité's. Wat niemand in Nederland voor mogelijk had gehouden gebeurt. Suriname wordt een dictatuur waarin het leger alles voor het zeggen heeft. Eén voor één doven in de jaren na 1980 langzaam alle lichten. Ook al omdat democratisch Nederland het vertikt om die elektriciteitsrekening van de ontwikkelingshulp te blijven betalen. Bijna zonder bloedvergieten met de politie en met wat brandschade sturen de militairen de regering naar huis.
Paramaribo is dan opeens een bezette stad waar je 's avonds de straat niet meer op mag. De noodtoestand. De soepele machtsovername verrast de militairen.